Heel vroeger in de middeleeuwen was het mogelijk om in processie van de crypte naar de kerk te gaan. Maar dat is dan dichtgedaan met werken in de 19e eeuw. Met deze restauratie heeft men de doorgang terug hersteld, zodanig dat de vroege traditie van de doorgang naar crypte en kerk terug in ere werd hersteld. Na 300 jaar is dat het eerste beeld, de eerste maal dat die trap werd gebruikt om in processie van de crypte naar de kerk te komen. Ter gelegenheid van de restauratie van de crypte stelt rondselaar en fotograaf Milo van Drisse zijn werk over de restauratie van de Sint-Hermes-basiliek opnieuw tentoon. Want de pas gerestaureerde crypte is opnieuw open voor het publiek. De foto-expo geeft een visueel beeld over de volledige restauratie die al sinds 2008 bezig is. Dat is eigenlijk ook mijn motivatie, de voorliefde voor die Hermes-cultus sinds de 9e eeuw. En daaruit voortvloeit de virtelomhang, die dus zeer typerend is voor Ronse. Milo bracht eerder al een fotoboek uit over de restauratie van de basiliek. Een boek dat zelfs tot bij de paus werd gebracht. Het boek beschrijft de restauratie die begon bij het koor en de transepten, de Hermes-tribune en het vernieuwde paard. Van Drisse is al sinds kind actief in de basiliek. Eerst als misdienaar en nu in de groep initiatiefnemers die van de Sint-Hermeskerk een basiliek maakten. Met deze expo toont hij zijn passie voor de eeuwenoude Hermescultus en de virtelomgang samen met fotografie. Die basiliek is zeer, zeer belangrijk voor Ronse. Niet alleen als erfgoed, maar ook als trekpleister voor Ronse, voor de toerisme hier in Ronse. Het is werkelijk een uniek kader. De crypte is eigenlijk een van de allermooiste in West-Europa. En daar komt heel veel volk af van heinde en ver. De foto-expo is dagelijks gratis te bezoeken in het belevingscentrum van Ronse en dat tot 17 december. Wie de crypte wil bezoeken kan dat nog doen tot 1 november. Daarna gaat die weer dicht voor verdere restauratie van de basiliek.